Oké, ik leg het tientje midden in de lift. Daar zo? Let op, het is de allerrechtste lift. Ik hoor de trap. Goedemorgen! Goedemorgen jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan weet je dat we gisteren een trampoline in huis gezet hebben. Dus vandaar dat het hier zo'n rotzooi is. Oh, ik ben zo erg bezig altijd met dat mijn huis strak moet zijn en schoon moet zijn. En nu staat er gewoon letterlijk dit in huis. Oh. Nice. Daar komt iemand binnen. Hoorde je bijna zelfs filmen? Je hoorde mij op de gang? Filmen. Echt? Ja, ik hoorde zelfs de trampoline. Niet. Jawel. Daarom wacht ik naar binnenkomen. Ik hoorde dat je niet iets meer zei. Oh. Ja, die heeft een lekker ontbijtje gehaald. Kijk eens even wat een topsurfers. Croissantjes. En wat nog meer? Nog iets anders? Oh, en jam voor op de croissantjes. Lekker. Ik zit bijna op de 1.260.000 abonnees. Dus als jullie zouden kunnen abonneren, dan zou dat natuurlijk super fijn zijn. Ik moet er nog iets van 200 volgens mij. Maar, ik heb hier een lekker eitje en een croissantje met jam. En wat heb jij? Ook een eitje. Ja. Ja, deze is aan het editen. Maar YouTubers vinden het altijd verschrikkelijk irritant als je meekijkt met editen. Oeh! Oh, mij toch. Vind je het ongemakkelijk als ik meekijk? Ja. Ewa, Ricky. Ewa. Wat kijk? Je poes liggen hier, man. Wat? Ja, er liggen allemaal katten hier. Hey, Ivy. Lekker, man. Ook gewoon op de gang. Ja, neem me even mee terug. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ja. Wat staat er een trampoline in je woonkamer? Waarom? Ja, dat weet ik ook nog steeds niet eigenlijk. Hoort dit erbij? Ja, dit hoort erbij. Ik heb er nu al spijt van, ik wil hem eigenlijk nu al wegdoen. Wat? Ja. Ja, leek ons een leuk idee. Het plan is wel vet, man. Huh? Het plan is wel nice. Ja? Oké, jongens, het blijft apart dat ik dit gewoon nu in huis kan doen. Oh, ik heb trouwens gisteravond bij de buren aangebeld om te vragen of ze er iets van horen. En ze zeiden dat ze er helemaal niks van horen. Dus, dat is mooi. Kan ik gewoon lekker springen. Oh. Wat kom je nou weer doen? Hey Rick, wat ga jij zeggen als ik zeg dat jij bezet bent? Dat is een vraag, bedoel jij? Nee, wat? Ja. Wat mijn antwoord erop is? Ja. Wie zeg je weer? Mijn antwoord is... Hoe is het met de chickies? Oh, wacht, oh, je hebt er maar één hier natuurlijk, hè? Ja, dat vind je leuk, hè? Ik wil niks over zeggen, jongens. Nee, hou maar verstandig je mond. Beter. Je moet vanaf daar een vliegende duik naar de bank toe maken, zo op je buik. En kijk uit voor je hoofd. De telefoon ligt er. Ja, dat maakt niet uit. Spring er maar op. Zo. 3, 2, 1. Oh! Holy shit. Fucking lijf. Kom je er ook nog op, hè? Oké, nog een keer. 3, 2. Heb je wel een koppel op zelf gedaan? Nee, probeer dan. Nee, probeer. Nee, probeer. Nee. Bluft als je het probeert. Nee. Oké, 3, 2, 1. Niet goed, oké, dan gewoon een sprongetje. Heb ik al gedaan. Nou, ja, je kan, het probleem van de koppel is, als je verkeerd terecht komt, gewoon met je hoofd hier op de punt, jongens en meiden. Doe dan een ander sprongetje. 3, 2, 1. Oh. Je hebt ook van die huizen dus, waarbij de bovenkant eigenlijk dat je twee verdiepingen hebt en dat één zo'n verdieping soort van half open is. Het ziet er dus zo uit. Dan had dit echt perfect geweest gewoon. Rick heeft weer bier! Het wordt gewoon een dingetje bij jou, hè? Oh, volgens mij alle vier de laatste vlogs waar jij bij mij erin kwam, had je elke keer een biertje genomen. Nou, proost jongen, ik kreeg je goed gelijk. Jongens en meiden, ik ben de vissen weer aan het voeren, maar volgens mij heb ik slecht nieuws. Ik kan namelijk nog maar 6 kleine babyvisjes tellen, deze hier. Ik had er namelijk 7, alleen die ander die komt ook gewoon niet meer tevoorschijn op dit moment. Dus ik weet niet of er misschien wel mee aan de hand is of dat die gewoon ook weer ergens verstopt zit. Maar dat zou wel jammer zijn. Voor de rest zijn alle vissen nog gewoon levend. Ook de nieuwe vissen zijn nog steeds allemaal heel erg mooi. Ja, jij ook. Zo, iemand wil even aandacht. Kijk deze. Ik heb voer hier, dus dat ga ik er even ingooien. Kijk, opa, het voer zit erin, maar ik tel nog steeds. Maar ja, het gaat heel moeilijk. Ik wil vragen af aan jullie of jullie ze kunnen tellen, maar... Dat gaat veel te snel. Ik tel er nog steeds maar 6. Zas. Er zijn dus nu al 2 weken geen nieuwe vissen ingekomen. Omdat het nog steeds met de temperatuur van het water zit.
ik hoop dat we aankomende week dus wel weer nieuwe vissen erin kunnen doen. Want er kunnen er nog veel meer bij natuurlijk. Gelukkig. Oh, en de nieuwe visjes worden ook wel steeds iets groter. Dat is wel leuk om te zien. Die zijn nog steeds niet zo groot als dat ze horen te zijn dus. Jongens, wij hadden laatst een tijdje terug een truc laten zien over hoe je twee pizza's in de oven kan doen. Tegelijk dus. Kijken of mensen het nog weten. Want dit is dus Rick's truc die hij uitgevonden heeft. Dat is wel lang geleden hoor. Ja, het is wel een tijdje terug inderdaad. Normaal gesproken kan je natuurlijk maar één pizza in de oven doen. En dan kan je niet tegelijkertijd eten. Maar op deze manier, let op, kan het wel. Kijk, snij allebei de pizza's doormidden. En leg ze gewoon zo in de oven. Oh Rick, wat ben je toch geweldig. Slim hè? Ja, helemaal top. Ja, dat zal ik niet doen. Is het warm? Ja, het is wel warm. Oké, en nu kan die dicht. Hey. Tijd om Rick naar huis te brengen. Hey, maar Rick, vertel me nou eens. Hoe is het nou om verliefd te zijn? Weet ik niet, man. Hoezo? Weet je dat niet? Nee, geen idee. Oké. Okay. Ja. Ja, ik dacht, ik vraag het gewoon even aan je. Weet je dat zo niet? Wanneer is er een vlogdebuut? Ik ga gewoon nog steeds niks zeggen. Oké, okay, is goed. Ik ga gewoon niks zeggen. Dat is goed. Jongens, we moeten Rick even overhalen. Maar voor de rest ga ik ook nog steeds niks zeggen. Nee. Nou, Ricky gaat de deur uit. Laat zien waar je werkt. Welk bedrijf is het? Funky Sales hier. Funky Sales. Ja. Hier zit het. In Rotterdam inderdaad. Nou, succes. Doei. Doei. Gezellig. Later, goedje. Later. Later. Ja, ja, ja. Rustig, joh. Ik sta letterlijk 1 seconde daar stil, gelijk toeteren. Potverdorie. Ze konden ook gewoon nog langs ook. Ik ben die persoon, en ik weet niet of dat erg is dat ik dat doe, maar als mensen expres bij mij er heel erg dicht op gaan zitten, dat ze gaan zitten bumper kleven, dan ga ik altijd nog expres zachter rijden, zodat ze zich nog meer aan mij gaan irriteren. Doe ik niet altijd hoor, maar soms doe ik dat, omdat ik dan echt denk van, yo, ik rij gewoon, dat ik soms, zelfs als ik nog te hard rijd, dan doen mensen dat nog. Ik heb een idee. Fucking random dat dit ineens op me opkomt. Maar ik ga het wel doen. Ik heb hier een tientje. En dit tientje ga ik dus in de lift leggen. Ik ben heel erg benieuwd of dan de mensen die hier in het gebouw gaan, of ze hem laten liggen, of dat iemand hem gewoon meeneemt naar huis. Heel benieuwd. Oké, ik leg het tientje midden in de lift. Daar zo. Let op, het is de allerrechtste lift. En nu laat ik hem gaan. Daar gaat hij. Hey Poes, ga eens weg hier. Ga eens weg Poes. Ga eens weg, gekkie. Nu een vraag aan jullie. Als je 10 euro in de lift zou vinden, random bij een gebouw waar je woont of waar je naar binnen gaat, zou je het meenemen of zou je het laten liggen? Ben benieuwd. Kijk hoe leuk. Ik zit hier in de hoek en alle visjes komen. Hier komen ze allemaal naar me toe ineens. Oh, nu gaan ze ineens weg. Nu begin ik met te filmen. Oh nee, die komen ze weer. Kijk, ze komen allemaal kijken naar me. Als je dicht bij het aquarium zit, komen ze allemaal naar je toe. Zo leuk. Hier zitten ze allemaal voor. What the fuck, jongens? Oh, wat zijn die ook mooi, die blauwe trouwens. Alleen jammer dat er dus waarschijnlijk 1 overleden is. Ik vraag me echt af wat een vis denkt als die je ziet. Of dat ze me überhaupt zien. Lijkt me wel, want anders komen ze niet hier nu ik hier zit. Op deze stoel allemaal naar me toe. Er is een uur verstreken. Net heb ik natuurlijk dat tientje in de lift gelegd. Dus ik ben heel erg benieuwd of die er wel uit is. Laten we gaan kijken. Let op. Let op. Jongens en meiden. De lift, het geld is weg. Het is eruit. Er ligt wel nu dit hier. Het is eruit. Het is de goede lift. En het is eruit. Oei, yo. Ja. Iemand is dus net 10 euro rijker geworden. Ik zou precies hetzelfde doen. Denk ik. Je kan geld namelijk ook niet echt terugbrengen naar iemand natuurlijk. Maar het is dus letterlijk gewoon eruit. Dit was ook de allerrechtste lift waarin ik het in had gelegd. Weer 20 cent gevonden bij mijn auto, jongens en meiden. Yeah. Nou, als jullie nou ook nog eens briefjes van 10 euro of zo gaan neerleggen, dan word ik ook nog een keer multimiljonair in mijn leven. Want met die 20 centjes gaat het niet opschieten. Ik heb een leuk plannetje voor vanavond. Ik ga even mijn auto langs de snelweg hier zetten om het even te vertellen aan jullie, anders ben ik helemaal afgeleid. Jade is namelijk vanmiddag bij mij weggegaan, voordat Rick kwam namelijk. En nu leek het mij dus een leuk idee om haar eigenlijk straks, dus vanavond, keihard te gaan laten schrikken in de kamer. Ik ga dus straks, ik heb het met de moeder afgesproken, dat ik straks in de kamer ga zitten. Dit klinkt trouwens heel creepy. En dan ga ik haar daar dus laten schrikken. En een soort van verrassen dat ik daar ineens ben. Want dit gaat ze waarschijnlijk helemaal niet aanzien komen natuurlijk. Dus ja, dat ga ik niet doen. En dat vind ik leuk. Want ik ben van de gestoorde dingen en de verrassingen. Dus
Dat is mijn plan. Eigenlijk wil ik wel nog even een Mackie halen. Maar dit is de Burger King en die is dicht als het goed is. Maar ja, Jade denkt dus straks dat ze gewoon lekker de kamer binnen gaat. En lekker gaat slapen of weet ik veel wat ze denkt. En dan zit daar ineens... Gio! Oké, de struggle. Ga ik stoppen langs dit tankstation om eten te halen? Ga ik het doen? Nee. Oké, laat maar. Nee, ik ga het niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Laat maar zitten. Ik ben dus van mezelf een weegschaal, mijn sterrenbeeld. En ik geloof dus best wel een beetje in die dingen. En weegschalen die kunnen dus ook heel moeilijk keuzes maken. En daar heb ik echt heel vaak last van. Dus ja, ik heb wel gewoon honger. Maar ik hoop dat er wat bij Jade in huis is. Even luisteren. Woe! Nou jongens, stoplichten voor een tunnel. Oké, ik zie dat wel vaker, dat je stoplicht hebt voor een tunnel. Maar wat is er meestal dan aan de hand? Vraag ik me soms wel eens af. Er is namelijk geen ongeluk gebeurd hier. Ik ben in de straat aangekomen bij Jade hier. Nu moet ik alleen mijn auto dus even ergens verdekt opstellen, zodat ze mij niet ziet als ze straks aankomt. Want zij is er ook al bijna, als het goed is. Even een plekje zoeken dus. Let op. Hey Google, doe de lichten aan. Tadaa. Ik ben net binnengelaten door Jade de moeder. Die was alleen beneden nog tv aan het kijken, dus vandaar dat ik die even niet gefilmd heb. Maar, ik ga me dus hier verstoppen. Ze zegt dus dat Jade over ongeveer 20 minuten thuis komt. Ze was dus net met Julia, de vriendin van haar. En ze komt dus straks thuis. En nu zit ik hier. Yeah, dat was echt heel smerig. Dat ga ik niet meer doen. Ik vind dit soort dingen dus altijd fucking spannend om te doen. Ik weet ook niet waarom. Waarom ik dit doe. Ik zou nu wel door al Jade de spullen kunnen gaan. Maar dat ga ik maar even niet doen. Nee, ik ben wel even aardig deze avond. Dat zou ik namelijk ook niet echt heel chill vinden als mensen dat bij mij zouden in mijn hele huis door allemaal spullen gaan. Wacht, ik ga alleen één ding bekijken hier. Oké, dit is de boekenlijst. Nou, dat is niet heel interessant, want dat heeft met school te maken. Is nu beneden. Oké, ik heb dit echt totaal niet voorbereid ook gewoon. What the fuck? De deur ging open. Oké, jongens. Ik laat het licht hier aan in de kast. Want anders kan ik de reactie ook niet goed filmen, denk ik. Ik denk dat ze straks naar boven komt. Geen idee. Misschien gaat ze eerst een uur tv kijken. Dat hoop ik niet. Ik denk dat de moeder wel zegt dat ze naar boven moet komen. Die deur klappert. Ik hoor de trap. Wat doe ik ook weer met mijn leven? Ik zit hier echt al een half uur. Fucker Jade! Oh! Wat doe jij hier? Fucker Jade! Zo, ik wil net een slok water. Ewa! Waar zat jij? Ewa! Ewa! Waar ben je hier al? Had je weer verwacht? Nou ja, ik verwacht je eigenlijk altijd in mijn huis als ik niet thuis ben. Oh ja, die huisvraag toen ook. Inderdaad, die hadden we toen ook al. Oh. Natuurlijk verwacht ik jou hier niet. Schrik je niet, tering! Wie heeft jou binnengelaten? Je moeder. Waarom schrok je dit? Ik had echt gedacht dat je zwaar je kamer uit zou rennen of zo. Gast, had je nou een wildvreemde man geweest, dan had ik mijn kamer uitgerend. Hoorde je gelijk dat ik het was dan? Ja, wel. Fuck it, Jade! Oh ja, kut, maar was eigenlijk niet iets anders. Ja, oké. Okay, ik is het wel warm? Ik dacht, ik ga je even verrassen. Nou, kijk, ben je... Had je nou niet wat beter kunnen bedenken? Zo, hallo. Oh nee, mensen vinden mij altijd heel arrogant in jouw vlogs. Misschien begrijp ik nu wel waarom. Je vindt het eigenlijk wel gewoon leuk dat ik hier ben, toch? Ja, eigenlijk wel. Heel blij. Oh, dit is kut. Ik ga gelijk weer naar huis nu, als je zo gaat doen. Ja, het is voor jou een uur terug, dus ga maar. Fucking bitch dat je bent. Nee, maar even serieus. Met wie heb jij dit besproken? Met je moeder. Ik dacht, ik ga gewoon... Ik ga Jade verrassen vanavond dat ik gewoon in de kamer zit. Maar ik had verwacht dat je echt zwaar ging schrikken. Alleen dit viel echt zwaar tegen. Ja. Ja. Hey, leuk. Moet je nog een keer proberen? Godverdomme. Nou jongens, ik dacht, ik verzin ook een keer iets leuks. Ik dacht echt, je gaat super, super hard schrikken. Of je denkt van, je krijgt een mindfuck. Maar... Ja, ik heb wel echt een mindfuck. Aangezien ik de hele middag gewoon contact met jou gehad. En toen dacht ik van, joh, tijdens dat contact met Jade ga ik gewoon even de moeder appen. Ja, doe ik wel vaker als ik met chicks bezig ben. Ja, dus. Oh, nice. Ik heb dus net deze koekjes op. Giotto. Ik heb er nog nooit van gehoord. Lijkt wel op mijn naam. Het is wel lekker. Komt uit Duitsland. Is uit Duitsland. Nou, voor de mensen die dit kennen. Het is echt heel lekker.
Oh, en je hebt ook nog deze. Dat zijn Hanuta koekjes. Komt allemaal uit Duitsland dus. Buiten opeetkoekjes? Wat? Omdat ze heel erg kruimelen. Echt waar? Is dat het? Oh. Oké. Het is nu 23:24 en Jade heeft een tik. Hey, licht aan alsjeblieft. Hallo? Hey Google, licht aan. Jade heeft een of andere rare tik dat ze elke keer op de grond moet slaan. Slaan ook gewoon. Ja toch? Als het 23:23 is. Bijvoorbeeld, of 18:18. Jongens en meiden, ik ga in ieder geval de vlog hierbij afsluiten. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Morgen om 5:30 is er natuurlijk weer een nieuwe vlog online waar ik hele leuke dingen ga doen. Maar dat ga ik allemaal pas morgen doen, waar ik dus ook heel veel zin in heb. En ja, tot morgen dus om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En ik zeg, later.